Huizen Avondrust in Opheusden staat onder verscherpt toezicht. De komende tijd legt de inspectie voor de gezondheidszorg verrassingsbezoekjes af. Goedenavond. Biologisch boeren groeit in populariteit. En het bijzondere is dat het vaak hoogopgeleide mensen van buiten de sector zijn die ermee beginnen. Mijn hart heeft daar wel altijd gelegen, ja, bij de natuur en het milieu. En hoge nood hebben en niet weten waar je even van het toilet gebruik mag maken. In Doetinchem gaat de toiletsticker dit probleem oplossen. Ja, als je moet, dan moet je. Huizen Avondrust in Opheusden is onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Eerder stelde de inspectie al misstanden vast, maar die zijn nog niet voldoende verholpen. En daardoor wordt het verzorgingshuis nu extra in de gaten gehouden. De inspectie heeft Huizen Avondrust onder verscherpt toezicht gesteld omdat een aantal veranderingen niet snel genoeg is doorgevoerd. De belangrijkste conclusies van de inspectie op een rij. Cliëntendossiers zijn niet op orde. Er is onvoldoende deskundig personeel. Medicatieveiligheid is onvoldoende en er is te weinig kennis over vrijheidsbeperking van cliënten. Door afschaffing van het persoonsgebonden budget gelden voor Huizen Avondrust nieuwe regels en controleert de inspectie. Familie van de bewoners zegt dat de zorg altijd goed is en dat de inspectie Avondrust de tijd moet gunnen om veranderingen door te voeren. Ik zou het wel eens leuk vinden als zo'n inspectie, meneer of mevrouw, is een dag mee ging lopen. En echt mee ging lopen in die zorg, hoe het daar echt gaat. Niet even binnenkomen en weer weggaan, maar gewoon even een hele dag meelopen. En dan voelen hoe het daar is, hoe het daar gaat. Dat steekt mij het meest, dat dat niet meegewogen wordt. Heel menselijk en niet met papier, maar het gaat alleen maar over papier meer tegenwoordig of niet. Alles met op papier staan, hè? En dan... Niet zo voor de mensen geen tijd meer. Hè? En daar gaat het juist over. De inspectie kan, als er niets verandert, in het ergste geval de deur sluiten. Tot die tijd komen er nieuwe, onaangekondigde inspecties. Huis Avondrust wil niet op camera reageren, maar laat in een schriftelijke verklaring weten de gang van zaken te betreuren. Letterlijk wordt gezegd, het proces van implementatie en borging hiervan vergt echter tijd. Avondrust had hij graag meer tijd voor gehad en is van mening dat het instellen van verscherpt toezicht niet noodzakelijk is. Ja, en dan het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft opnieuw 3 Gelderlanders op de nationale terrorisme-lijst gezet. Het gaat om Culemborger Redouan Dari, Mohamed Said uit Tiel en Harderwijker Marout Lawachi. Zij vertrokken naar Syrië om daar te vechten voor IS. Hun tegoeden zijn bevroren en het is voor familieleden verboden om de 3 geld te geven. Zo wil de overheid voorkomen dat terrorisme vanuit Nederland wordt gefinancierd. Vlak over de grens bij Nijmegen is 40.000 kilo illegaal vuurwerk onderschept. Het vuurwerk lag opgeslagen in bunkers in de Duitse Kleef. Ook bij een huiszoeking in de gemeente Maasdriel is nog eens 2,5 ton aan vuurwerk in beslag genomen. De enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk was waarschijnlijk bedoeld voor de Nederlandse markt. Klanten spraken af bij een restaurant bij de grens in Nederland en reden daarna naar de bunkers in Duitsland om het vuurwerk op te halen. Het zware vuurwerk was opgeslagen in oude bunkers die tegenwoordig worden verhuurd. Volgens het functioneel pakket lagen daar ook illegale sigaretten. Wie herkent het niet? Je loopt te winkelen en plotseling moet je naar de wc. Vaak is het dan een flinke zoektocht, omdat je lang niet bij alle winkeliers en horecagelegenheden gebruik mag maken van het toilet. Maar in Doetinchem hebben ze nu de oplossing. De toiletsticker. Ja, als je moet, dan moet je. Inderdaad. En in Doetinchem weet je als binnenstadsbezoeker vanaf nu ook waar dat kan. Hier bij Lunchroom met Liefde is het in ieder geval geen probleem. De eigenaar krijgt van Robbie Welling van Horeca Nederland en centrummanager Jos Tiemessen een van de eerste toiletstickers overhandigd. Dus ook aan jou de vraag of jij bereid bent deze mooie sticker op de deur te op je voordeur te plakken. Ja, goeie. Nou, hartstikke goed. Ik ben voor. Je hoort steeds vaker, er zijn mensen met darmproblemen of wat dan ook, die toch wel geregeld naar de toilet moeten. En ja, wij willen als stad, als Doetinchem, willen wij overkomen als echt gastvrije stad. En dit draagt daar toch ook weer een steentje aan bij. Ja, we zitten nu ongeveer op het aantal van 40. Een beetje gemiddeld helft winkels, helft horecabedrijven. En ja, een mooie blauwdruk over de hele binnenstad heen om ja, als mensen behoefte hebben op diverse plaatsen terecht te kunnen. Sommige ondernemers vragen nog wel een kleine vergoeding voor toiletbezoek. Maar afgewezen worden of een lange zoektocht is verleden tijd. Ja, ik vind dat perfect. Je kunt de mensen erin lopen en eruit lopen. Dus je komt misschien ook wel een keer weer terug voor gewoon een bakje koffie of wat. Ze mogen mij gewoon lekker plassen. Gratis. Ja, gratis. Zo, die zit.
Het wordt de wedstrijd van hun leven. De dansgroep Reflection Dance Company uit Ermelo danst namens Nederland volgende week op het wereldkampioenschap dans in Duitsland. De zelfopgeleide amateurs zijn al kampioen van Nederland en nemen het straks op tegen professionele dansers uit landen als Amerika, Japan en Zuid-Afrika. Als u van dit gedraai al duizelig wordt, doet u vast niet mee aan het wereldkampioenschap dans. Deze dansers doen dat namelijk wel. Hop, pam, pam, ademhaal en op. En in. De lat ligt dan ook hoog. De Reflection Dance Company uit Ermelo werd eerder al Nederlands kampioen. En mag het volgende week opnemen tegen internationale toppers. En deze dansers heb ik eigenlijk bijna allemaal van jongs af aan op dansen. Dus ze zijn hier getraind, hier doorgegroeid naar talentklassen, naar selecties. En uiteindelijk geselecteerd voor deze groep. En deze doorgeselecteerde groep amateurs neemt het op het WK op tegen professionele dansgroepen. Ben je zenuwachtig? Wel een beetje, maar ik heb vooral heel veel zin om te gaan. Ja, je werkt er toch al best wel langer toe, dus dan op een gegeven moment wordt het gewoon tijd om te gaan. Wij mogen gewoon als klein groepje Nederland gaan vertegenwoordigen en ik denk dat het heel speciaal is. En ja, ik hoop Nederland zo goed op de kaart te mogen brengen. We wilden eigenlijk meer van de dans laten zien, maar de dansgroep wil de concurrentie niet slimmer maken dan ze al is. Ze nemen het dus bloedserieus, maar over hun kansen zijn ze realistisch. Dit is wat we in huis hebben en we geven alles. En daar moeten we het gewoon mee doen. Ik ben wel trots op mijn werk. Dus, en ook op hun. Dus die combinatie, nou ja, dan hebben we gewoon een toffe week. En ertussen staan is toch gewoon helemaal geweldig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ze beginnen er al een beetje aan te wennen in Burger Zoo. Want opnieuw heeft de cheetah in de dierentuin een nest met maar liefst 6 jongen. 3 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis in hoger beroep tegen een man uit Tricht. De man bekende vandaag zijn moeder na een uit de hand gelopen ruzie om het leven te hebben gebracht. De man kreeg in mei 2014 ruzie met zijn moeder en stak haar 3 keer met een mes. Haar lichaam werd de volgende ochtend gevonden door haar slechthorende man, die vroeg naar bed was gegaan. Eerder veroordeelde de rechtbank de man uit Tricht ook al tot 3 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Bij een beurs eind 2011 in de steenfabriek in Dodewaard zijn de bezoekers blootgesteld aan asbest. En daarom zijn de beheerders van de oude fabriek vandaag door de rechtbank veroordeeld. De mannen uit Heteren en Wijk bij Duurstede kregen allebei een taakstraf. In de steenfabriek werd asbest gevonden, maar toch werd er onder meer een versbeurs georganiseerd en lieten de beheerders klusjesmannen onbeschermd werken. Honderden mensen zouden zo aan asbest zijn blootgesteld. Tegen de mannen was 18 maanden celstraf geëist en de rechter gaf ze taakstraffen van 180 en 240 uur. Een van de meest spectaculaire motorsporten komt dit weekend naar Gelredome. Bij de Supercross rijden motorrijders over een klein parcours met extra veel sprongen. En om het voetbalstadion daarvoor geschikt te krijgen, rijden vrachtwagens met zand af en aan. Van voetbalstadion naar Supercross Arena ga je niet in een middagje. Maar liefst 5000 vierkante meter zand en grond wordt er uitgereden in het stadion. En om dat daar te krijgen heb je al enkele honderden vrachtwagens nodig. En daarna zijn deze bulldozers dagenlang bezig om het parcours aan te leggen. En na komende zaterdag, daar moet het allemaal ook weer weggehaald worden. De spanning loopt op bij supporters van NEC en Vitesse. Want zondag dan staat de Gelderse Derby op het programma. En dus is het weer tijd voor ludieke acties over en weer. Oud-NEC'er Navarone Voor is nu de kop van Jut. Navarone Voor lijkt niet meer welkom in Nijmegen. De oud-NEC'er verruilde deze zomer zijn oude club voor het Arnhemse Vitesse. Deze sticker doet nu de ronde in Nijmegen. Daarnaast werd ook het Twitter-account van de supportersvereniging van Vitesse gehackt en werd Navarone Voor, oftewel Naffi, daar NSB'er genoemd. Het is niet voor het eerst dat de supporters van NEC en Vitesse elkaar een streek leveren. Een auto van een medewerker van Vitesse die een vlag in de NEC-kleuren krijgt. Maar soms is het ook ernstiger. 5 jaar geleden werd het huis van Vitesse-speler Nicky Hofs beklad. Ja, ik vind het nogal overdreven. Het is ook niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt bij Nicky Hofs. Nee. Ik kan me nog herinneren dat een paar seizoenen geleden was er een varkenskop neergelegd. Toen stond er ook met graffiti gehaktdag of zo op. En, ik vind het nogal overdreven eigenlijk. De supportersvereniging van Vitesse overweegt nog aangifte te doen
van het hacken van hun Twitter-account. Dat steeds meer boeren stoppen omdat ze failliet gaan of omdat niemand het bedrijf wil overnemen, dat is een bekend verhaal. Maar tegelijkertijd zijn er steeds meer jonge, hoogopgeleide mensen van buiten de agrarische sector die er juist alles voor over hebben om biologische boer te worden. Een van de eerste was Welmoed de Waard uit Hemmen. Een regenachtige ochtend op Tuinderij de Stroom in Hemmen. 10 jaar geleden is Welmoed de Waard hier begonnen met het telen van biologische groenten. En dat terwijl ze net was afgestudeerd als milieukundige. En dus ook ergens op een chic kantoor had kunnen zitten. Ik vind het eigenlijk wel lekker, als het tenminste niet de hele week regent. Maar je doet zo'n pak aan en als het nou erg wordt, dan doe ik nog een jas en een muts op. En dan ga ik lekker oogsten. Rijk wordt de Waard niet van wat ze oogst. Zelfs na een decennium leeft ze nog altijd van een minimumloon. Maar deze manier van leven en werken vergoedt veel. Ook als kind was de Waard altijd buiten. Ja, ik was wel altijd in de natuur. Ja, ik was altijd met milieuclubjes en dan gingen we de beek schoonmaken. En mijn hart heeft daar wel altijd gelegen, ja, bij de natuur en het milieu. Dus wat dat betreft is het niet gek dat ik nu zo hier ben beland. Steeds meer jonge mensen kiezen voor een bestaan als boer. Exacte cijfers zijn er niet, maar op de agrarische opleiding Warmonderhof is het aantal aanmeldingen de laatste jaren maar liefst vervijfvoudigd naar bijna 200. Dat zijn vooral mensen uit de steden, weet ook Sandra van Kampen, adviseur in de voedselsector. Dus die helemaal klaar zijn met het leven in de grote stad en denken nu ga ik naar buiten, nu wil ik iets doen, nu wil ik met mijn handen in de aarde zijn. En heel veel mensen die nu kiezen wel echt voor een duurzame manier van een bedrijf voeren. Dus in relatie met de natuur, al of niet biologisch, soms kleinschalig, maar echt wel anders dan de reguliere boerensector. Daar kan Wemke van den Berg uit Beuzegum over meepraten. Hij werkt nog in de wegenbouw, maar is sinds begin dit jaar ook de trotse eigenaar van een fruitteeltbedrijf. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, bouwt hij ook nog een appartement in de schuur om in te wonen. Per 1 november. We hebben een beetje haast. We doen veel zelf. Maar ja, dat duurt het langer. Toch heeft van den Berg geen moment spijt gehad. Nooit. Nee, het is fantastisch. Het is echt wat we willen. Compleet iets anders. Ontzettend leuk. Ja, daar gaan we vol voor. En dat, zo doen wij dingen nou eenmaal. En dat, daarom kan het ook. Want anders kan het niet. Van den Berg runt het bedrijf samen met zijn vriendin Jacqueline. Het stel gaat biologisch fruit telen dat ze rechtstreeks aan consumenten willen verkopen. Ook de dansschutter heeft nog een baan, maar al haar overige tijd is ze hier te vinden. Bijvoorbeeld om de eerste oogst te sorteren. Het is toch fantastisch dat je gewoon zoiets aan de boom ziet groeien. Het is gewoon, het is bijna magisch om dat te zien gebeuren. De dansschutter, haar vriend Wemke en Welmoed de Waard. Alle drie dertigers die tegen de trend ingaan. Want nog steeds stoppen heel veel boeren. Volgens het ING Economisch Bureau zullen er dit jaar 7000 boeren in Gelderland en Brabant stoppen. De nieuwe boeren zijn ervan overtuigd dat het wel kan. Al weten ze dat het soms niet makkelijk zal zijn. Maar ja, hiervoor woonden we in de Randstad, drukke baan. En nu wonen we eigenlijk op het platteland. En als ik hier naar buiten kijk, denk ik van ja, dit is het toch wel. Dat doe je het voor. Ja. Ja, vanmiddag is er in Culemborg ook een voercafé georganiseerd. Een bijeenkomst waar alle partijen uit de sector kennis hebben kunnen maken met de nieuwe boeren. Het gebeurt niet vaak dat een cheetah in gevangenschap een zesling krijgt. Maar bij Burgers Zoo in Arnhem is het al voor de tweede keer raak. In 2014 wierp een cheetahvrouwtje al 6 jongen. En nu, 2 jaar later, deed ze dat opnieuw. De 6 pasgeboren cheetahs zijn vandaag gechipt en ingeënt. En dat was even wennen voor de diertjes. Het lijken net kleine lieve katjes, maar vergis je niet. De cheetah of jachtluipaard is een echt roofdier. In het wild wordt die steeds zeldzamer en het gebeurt bijna nooit dat er 6 kleintjes worden geboren in gevangenschap. Het is best bijzonder, want cheetahs krijgen meestal 2 tot 5 jongen. 3 à 4, dat zie je het meeste. Het is niet zo dat het helemaal nooit voorkomt, maar slechts in 5% van alle geboortes in Europa hebben we laten uitzoeken door de coördinator. Gaat het om een zesling of meer? De 6 cheetahs worden vandaag dus gevaccineerd en gechipt. Een hele sessie doen we nou, want het is de eerste keer dat we hem in de hand hebben. Ik heb de hele sessie. Ja. Ook niet onbelangrijk.
En er wordt gekeken of het een mannetje of een vrouwtje is. Ja, het zijn er wel zes. Dus, en je wil het zo snel mogelijk achter elkaar gedaan hebben. Dat die beesten zo kort mogelijk in de handen zitten. En zometeen gaan ze weer met z'n zes het nest in en dan is het ook weer klaar. Het is even onprettig. Maar goed, als wij een prik vroeger kregen, dan was het ook even niet lekker. Uiteindelijk blijken het vier vrouwtjes en twee mannetjes. En alle jongen maken het goed. Ik ben echt trots. En vooral omdat dit zijn prachtige diersoorten. En vooral ook omdat deze dieren gaan straks voor het Europees Fokprogramma een hele waardevolle bijdrage leveren. Zodat we deze soort hopelijk nog heel lang kunnen laten zien. Ja, en dan nog het weer. We horen er meer over van Monique Wilms. De paddenstoelen hebben het prima naar hun zin in het natte weer. Ze poppen overal uit de grond op. En in het weekend blijft het overwegend droog. Met vooral op zondag ook aardig wat zonneschijn. En dan kunnen wij er ook in het bos van genieten. Maar voor nu hebben wij ook nog te maken met die buien. Een rondtollend lage drukgebied boven Duitsland. Daaromheen allerlei langgerekte buienstoringen. En dat trekt wel langzaamaan naar het oosten weg. Waardoor wij dus wel een droog weekend gaan krijgen. Maar goed, voor nu zitten we wel nog eventjes met die buien. Vandaag overdag was het van tijd tot tijd nat. Met ook flink wat bewolking. En vanavond en vannacht, dan klaart het wel aardig op. En lijkt het een tijd lang droog te blijven. Met pas later in de nacht weer opnieuw buien. Temperaturen gaan dan best wel fors dalen. Het waait amper komende nacht. En met aardig wat opklaringen koelt het lokaal af tot zo'n 2 of 3 graden. Met misschien zelfs wel her en der lokaal vorst aan de grond. En daarbij weinig wind. Met later in de nacht dus buien. En daar starten we morgenochtend dan ook al mee. Met aardig wat bewolking. Met de meeste bewolking in het midden en oosten van de provincie. En daar ook de meeste buien. Maar goed, in het westen valt ook wel een enkele bui. En de zon die krijgt niet veel ruimte morgen. Af en toe zal de zon wel eventjes doorbreken. Het meest dan aan de grens met Utrecht. En dat zien we dan ook in de temperaturen. 10 à 11 graden in de natste gebieden. 12 graden dus in het uiterste westen van de provincie. Relatief weinig wind, maar in het weekend wordt het nog rustiger. En dan blijft het ook overwegend droog. Zaterdag met maar een klein beetje zon. Zondag krijgt de zon echt wat meer ruimte. En ja, begin volgende week, dan komt de wisselvalligheid weer terug. En dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat verzorgingshuis Avondrust in Opheusden onder verscherpt toezicht van inspectie staat. Bewoners en familie van het verzorgingshuis zijn erg tevreden over de zorg, maar de inspectie heeft geconstateerd dat ze zich daar onvoldoende aan de regels houden. Meer nieuws vindt u op onze app en op de site gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.